Het is inmiddels een mooie traditie. Iedere debuterende speler bij Vitesse mag zijn naam op de helderwand plakken. Deze keer is het de eer aan Thomas Oudekotte, die onlangs debuteerde in de wedstrijd tegen PSV. En bij de wedstrijd tegen FC Utrecht direct in de basis werd opgesteld. Goede vriend Kevin Dix was bij dit speciale moment aanwezig. Waarom heb je Kevin uitgekozen? Ja, we komen hier samen, 8 jaar geleden denk ik. Kev maakte 2 jaar geleden stap, dus dat is wel mooi dat hij nu met mij hier dit moment mag delen. Is hij ook wat dat betreft een soort van voorbeeld geweest afgelopen jaar? Nou ja, als ik zie hoe snel het kan gaan, dan is dat wel mooi dat het kan gewoon zo. En dat ik nu ook de stap mag maken, dat is top. Want Kevin, jullie zijn al lang vrienden. Ja, we zijn best vrienden. Ik kom uit Apeldoorn daarbij. En sinds dat hij bij Vitesse gekomen, ik was iets eerder. Maar toen hij erbij kwam, sindsdien zijn we vrienden geworden en doen we alles samen. En na het voetballen, toen waren we 7 uur thuis, waren we nog samen, gingen we gamen en nu gebeurt dat nog steeds. Ja, want toen hij zijn debuut maakte, heb jij ook op jouw Instagram een foto gepost van jullie samen als kleine jongens? Ja, toen speelden we in de C'tjes volgens mij, dacht ik. En die foto had ze opa gemaakt, die maakt nog steeds foto's van bij het eerste zelfs. Die foto dat vond ik wel mooi om hem even schop onder de kont te geven. Hey, hoe vond je het toen hij zijn debuut maakte? Wat dacht je toen? Ja, ik speelde niet. Ik zat op de tribune en ik dacht meteen aan sportieven. Van, toen was de eerste bal goed, toen was de tweede bal goed. En doe gewoon rustig, doe gewoon je dingen. En ik zei tegen hem, geniet er gewoon van, want dit maak je 1 keer mee. En dan, daarna komt het wel vanzelf. Ja, hoe was dat, Thomas, dat moment? Ja, ik rekende er eigenlijk niet meer op, want de trainer zei van ja, je moet nog even blijven lopen. En eigenlijk stond je er gelijk in het veld. Het was uit bij PSV, mooie sfeer. Dus ik was wel blij mee dat ik daar nog even moest. Daar zit Dix op de tribune. Geschorst door rechtsback. En dit is zijn vervanger, Julian Leliger. Zijn eredivisiedebuut, 18 jaar. Want als je bij jullie namen in de buurt kijkt, zie ik ook Julian Lelyveld staan. Jullie zijn met z'n drieën de drie musketeers? Nu wel. Thomas en ik waren altijd eerst met z'n tweeën. Maar die bleef altijd bij de academie. En sindsdien zijn we een beetje naar elkaar toegegroeid. En we zaten niet altijd bij hetzelfde busje. Maar we kunnen gewoon heel goed met elkaar omgaan. En nu is het eerst ook, zitten met z'n drieën vaak. Dus, Hey, wat voor een wijze les wil je hem meegeven? Jezelf blijven, gewoon je ding doen. En dat komt vanzelf wel goed.